Goedendag, Telegraaf vandaag van maandag 21 maart. Opnieuw een dreun voor het gevangeniswezen, want er moeten opnieuw gevangenissen dicht. 2600 banen staan op de tocht, terwijl voormalig staatssecretaris Steven van Justitie in 2013 nog beloofde dat verder bezuinigen niet nodig was. Bij mij in de studio, bezig met dit verhaal, verslaggever Mike Muller. Mike, welkom. Dat is opvallend, hè? Van de Steur die de belofte van Teven breekt vandaag. Er moet dus toch nog meer af daar in het gevangeniswezen. Ja, het lijkt echt haaks op elkaar te staan dan wat eerder is gezegd. Ook voor de camera's en in de media. We gaan voorlopig niet verder snijden in het gevangeniswezen. Maar het tegendeel blijkt vandaag tot grote schrik van de vakbond en van het personeel waar. Wat is er veranderd de afgelopen paar jaar? Ja, wat we zien is, en wat justitie ook constateert, is dat er steeds meer cellen leeg raken. Dat heeft er onder andere ook mee te maken met de bevolkingssamenstelling. Zo is bijvoorbeeld onze gemiddelde leeftijd gaat natuurlijk iets omhoog. En oude mensen die worden niet altijd verdacht van de grote boevenbende zoals jonge straatschoffies dat nog wel doen. Ja, dus gewoon minder criminaliteit omdat we vergrijzen eigenlijk. Uit de cijfers blijkt dat er minder criminaliteit is. En de staatssecretaris die heeft ook gezegd het is niet de politie die daar minder zijn werk doet, maar er zijn gewoon minder gevangenen. En de straffen die worden opgelegd, die zijn ook iets lager. Ja, dat laatste, daar kun je natuurlijk over discussiëren of dat een goed ding is of niet. Maar minder criminaliteit lijkt me goed nieuws. Ja, dat lijkt goed nieuws. Behalve natuurlijk als je in het gevangeniswezen werkt en een van de mensen bent die nu getroffen wordt door deze nieuwe bezuinigingsronde. Ja, want we hebben het over 2600 banen, 1900 mensen, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Weten we al waar die banen op de tocht staan en welke gevangenissen het om gaat? Nou, er wordt nu in elk geval een plan gemaakt door DJI, de dienst Justitiële Inrichtingen. Dat plan moet voor de zomer klaar zijn. En wat wij uit uitgelekte stukken begrijpen is dat er rekening mee wordt gehouden dat 2600 banen dus op de tocht staan. Dat 1900 mensen boventallig worden verklaard. En dat de rest daar zal een nieuwe functie voor worden verzonnen. Hm. Wat dat precies is, dat weet nog niemand. We hebben uit een lijstje wat we gekregen hebben, zien we eigenlijk dat op de zwarte lijst staan de gevangenissen van Heerhugowaard, Almelo, Zeist, Almere, Esrheem, Ter Apel, Zoetermeer en Hoogvliet. Veel. Dus dat zijn acht locaties. En daarnaast ook nog drie jeugdinrichtingen waar de subsidie van dreigt te worden stopgezet. Maar de woordvoerder van de minister die heeft vandaag gezegd, niets is nog zeker, de politiek mag zich er ook nog over buigen. Maar dat het minder leuke jaren worden, dat staat vast. Zeker. En vakbonden, je zei het al, staan op hun achterste benen hè, vandaag. Die willen sowieso weten of het zoveel banen zijn inderdaad. Ja, verder. Dat klopt. Ja, ze maken zich ernstige zorgen over de veiligheid ook van de mensen die in de gevangenissen werken. Ze zeggen de rek is eruit. Ja. Vandaag hebben we natuurlijk in de krant ook groot verhaal gehad over de incidenten, onder andere tegen het personeel. De baaiers kookt over van geweld, was jouw artikel van vandaag. Ja, ja, dat klopt. We hebben alle incidentrapporten opgevraagd. En daaruit kwam een ontluisterend beeld dat er dikwijls gewoon echt misstanden binnen de gevangenis zijn. Niet alleen geweld tussen gedetineerden onderling, maar ook gevangenen die het op de cipiers hebben gemunt. Als ik dat zo hoor, denk ik nou, dan moet er helemaal niet bezuinigd worden in die gevangenissen. Nee, en aan de andere kant kun je natuurlijk zeggen, als je meer mensen in bestaande locaties met eenzelfde personeelsbestand zou kunnen opvangen, kun je dat misschien ondervangen. De vraag is of dat veiliger wordt. En de vakbonden zeggen in elk geval, de rek is eruit, de Tweede Kamer moet hier niet in meegaan. Gevangenispersoneel mag meedenken, hè, over hoe het in de toekomst verder moet. Ja, ze gaan nu dus samen, althans de directie is dat, hè, van de dienst Justitiële Inrichtingen, gaat een plan opstellen. Dat moet voor de zomer aangeboden worden. En intussen denk ik dat ze hun borst al wel kunnen nat maken. Want in de oppositie, in de Tweede Kamer, wordt eigenlijk al gehakt gemaakt van dit plan. De SP en ook het CDA hebben zich al fel gekant tegen deze nieuwe bezuinigingsronde. We lezen er meer morgen over in de krant. Dankjewel, Mike Muller. En tot zover Telegraaf vandaag. Ook meer hierover op onze site. Fijne avond nog. Bedankt voor het kijken. Dag.